elkaar te zijn en God samen te aanbidden. Hier vanaf Urk hebben we ernaar uitgezien om hier te zijn en vanaf hier Nederland weer te zegenen. We zijn een tijdje uit de lucht geweest, maar God was erbij. God was in de lucht. En de Heilige Geest was er en hij was in Nederland. Maar we konden zelf niet wachten om weer u te ontmoeten via de livestream, maar ook hier Urk. Ja, geweldig. Yes. Halleluja. We mogen wel even gaan zitten trouwens. We hebben nog een mooie, geweldige avond. En zoals u thuis ziet, zitten we allemaal in mooie oude stoelen. Van de kringloop gehaald. Waypoint geloof ik, hè? Hier op Urk. Die heeft ze ter beschikking gesteld. En ja, wij hadden ze thuis niet meer staan. Maar Waypoint had ze nog wel. En dank u wel dat u vanuit huis meekijkt. Ik wil jullie hier in de zaal vragen, maar ook thuis, om de link gewoon even door te sturen naar een paar vrienden. We hebben allemaal wel vrienden. En die hebben ook allemaal een telefoon en YouTube. Dus misschien wel mooi voor u vanuit huis. Het wordt in de comments wordt het gezet. www.youtube.com/presence.nl. Dus als u dat... mag u even uw mobieltje pakken? Ja, mag gewoon hier. En dan kunnen we het gewoon even rondsturen, zodat zoveel mogelijk mensen vanuit hier meekijken met thuis. En als u dan toch met uw telefoontje de hand zit, mag u meteen even abonneren op dit kanaal, zodat u in de toekomst niets mist. En wij doen niet aan marketing, we doen niet aan allerlei dingen, daar hebben we helemaal geen budgetten voor beschikbaar, dat willen we ook niet. Maar we zijn wel gezegend met een YouTube-kanaal dat bekeken wordt. En dat is dankzij u, omdat u erop geabonneerd bent. Dank u wel daarvoor. Dat kunt u doen door het belletje even aan te klikken of het rode knopje met abonneren. Ik lijk wel een YouTuber. Nou, zijn jullie allemaal geabonneerd op het kanaal? Ja, mooi. Maar we zijn hier voor de Heer Jezus en we zijn hier omdat we geloven dat God vanuit de oudere generaties geloof wil geven vandaag. We zijn hier niet om liederen te zingen die ons alleen aan onze jeugd doen denken, voor degenen die wat ouder zijn. Of aan onze jeugd van onze ouders die misschien op het orgel speelden of op de piano. Of misschien de voorganger die zo mooi zong in de kerk. Maar we zijn hier omdat we geloven dat God door de generaties heen zijn gemeente bouwt. En dat hij dat vandaag ook wil doen. Ook door u heen en ook door ons heen. En bij de voorbereiding moest ik denken aan Psalm 78. En in mijn Bijbel, de herziene Statenvertaling, staat erboven: de liefde van God voor zijn ondankbaar volk. Dat is nogal wat. Maar het begint heel mooi. Mijn volk, neem mijn onderwijs ter oren. Neig uw oor tot de woorden van mijn mond. Ik wil mijn mond met spreuken open doen en van alle oude verborgenheden doen overvloeien. Verborgenheden die wij gehoord hebben en weten en die onze vaderen ons verteld hebben. En vandaag zeg ik dan maar onze vaders en moeders. Want hoeveel moeders hebben er niet gezeten aan de bedden van de kinderen om die aloude wijsheden te vertellen vanuit het woord van God. En dan staat er, wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen, maar aan de volgende generatie de loffelijke daden van de Heere vertellen. Zijn kracht en zijn wonderen die hij gedaan heeft. Vader, als we nu deze liederen zingen, dan bidden we dat dit zal gebeuren. Dat we uw daden en uw wonderen zullen bezingen hier vanaf Urk. Samen met Nederland. Heren, dat we met deze gemeente samen, de volle evangeliegemeente Morgenster op Urk, in dit bijzondere gebouw, heren, dat we samen vanaf hier uw lof mogen verkondigen. Dat betekent dat we vertellen wat u zo mooi doet en wat hebt gedaan in de generaties. Heren, u bent de eerste en u bent de laatste. U bent de alfa en de omega. U was er aan het begin en u zult er aan het einde zijn. En zo bent u er ook vandaag. En u bent zoals hier achter staat, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. En dat was u al op het Malieveld in 1958. Dat was u tijdens de Nijkerkse beroeringen zoveel 100 jaren geleden. Heer, u wat bent het ook vandaag. En wat u in het verleden deed. Wat u in het verleden deed door Johannes de Heer. Dat kunt u vandaag ook doen door liedschrijvers vandaag. En zo bidden we voor een bijzondere zalving voor deze avond. Dat het geen liederen van weemoed zullen zijn, maar dat het liederen zullen zijn vol van kracht. En dat de duivel wijkt in Jezus' naam. En dat hij met de staart tussen de benen verdwijnt, omdat hij deze oude, krachtige geloofsliederen hoort.
Want een aanbiddende kerk is de schrik van alle hemelse gewesten waar de duivel regeert. Maar een aanbiddende kerk is de vreugde van de hemelse gewesten waar God regeert. En waar u aanwezig bent. De hemel waar u bent. Heer Jezus, dan bidden we dat het negatieve wijkt in Jezus' naam. En dat u deze ruimte vult met de aanwezigheid van God. Door uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Halleluja. Amen. Op piano hebben we vanavond André Zijlstra. Geweldig dat je er bent. Super. We hebben Rick-Jan Schilder op de Hammond. Hier achter mij. En Marco Hennekes. Misschien even kunt staan even met die mooie trompet. Yes. Op de trompet. Halleluja. En allemaal de zangers van de Presence Choir. Die in Presence Choir bestaat trouwens helemaal niet. Het zijn gewoon allemaal vrienden. En we hebben een appgroep die heet Presence Choir. Dat is het enige. Ja, maar Anne is hier. Sarah Gilbert is hier. Erika. Stephanie. En we hebben hier Sarah Lisa. Die zit er tussenin. Want die zit tussen je moeder en je oma in. Ja, mooi. Sjane is hier. Geweldig. Je hebt nog in de Burning Candles gezongen. Daar ga ik je straks vragen om er iets over te vertellen. Toch? Mooi. Atalia. Super dat je er ook weer bent. Vanuit Twente. Altijd heerlijk om je te zien. En dat geldt trouwens ook voor alle anderen. Suzanne, Gendro, Matanja en Sifra. Halleluja. Laten we God aanbidden. Spirit, thou art welcome.
Jezus, de Allerhoogste. En we roepen tot onze ziel, wees blij en verheug je. Verheug je in Hem. Zo Jezus, Heer, wij eren U voor wie U bent. Vreugde hier.
Yeah.
zijn God. Halleluja. Yes. Hierna gaan we dat geweldige lied zingen. Wilt u van zonde en schuld zijn verlost? Toch? Ja. Dat is kracht in het bloed. Dus straks gaan we... Ik wil straks iemand vragen om even iets te zeggen vanuit haar hart. Maar straks gaan we 3 prachtige liederen zingen vanuit Johannes de Heer. Wie zingt thuis nog Johannes de Heer? Vanuit uit de bundel bij het orgel? Ja. Ja, mooi. Niet zoveel mensen. Ja, daarom doen we dit. Om die oude liederen weer heerlijk leven in te blazen. Vanuit de aanbidding die we naar God mogen opzenden, naar de hemel. Nou, Caroline, ik wil jou vragen of je iets wil delen. Je bent echt een moeder in het land. En ik hoop val je mee een beetje. Maar ik weet dat je altijd een woord van God op je hart hebt. Dat God je altijd iets geeft. En misschien dat je gewoon even wil delen iets dat je op je hart hebt. Vanuit de schatten die God geeft. Je bent een boek aan het schrijven over mentorschap, over vader en moederschap. En ik zei net al, je bent een moeder in ons land. En je hebt ook al vaak met ons gebeden, vaak met ons gesproken over het woord van God. En ik wil vragen of je dat nu ook zou willen doen. Ik ben zo ontroerd om hier te staan, te horen wat de liederen zijn. En ik zat net even te denken, het is net een watervloed. Dat daar gewoon zo'n water over ons heen stroomt. En eigenlijk wil ik iedereen oproepen om onder de water van de Heilige Geest te komen staan. Omdat als Hij inderdaad over ons heen stroomt, dan al de bitterheid, al de oneenigheden tussen generaties kan verdwijnen. En als dat verdwijnt, dan kan er herstel komen. En ik denk altijd aan de laatste tekst van het Oude Testament, dat de harten van de ouders terug zal gaan naar de kinderen. Ja. En de harten van de kinderen terug zullen gaan naar de ouder. Ja. En dat bid ik inderdaad, dat dit land gekenmerkt zou worden door herstel. Herstel in de generaties, herstel in de kerken, herstel in de maatschappij. En te midden van alles wat om ons heen afspeelt, dat we ons richten mogen op Jezus. Omdat als onze oog gericht op Hem is, dan brengt Hij al die andere losse stukken bij elkaar. Amen. Zouden we willen bidden voor de generatie? Ja. O Heer Jezus, wat een voorrecht om een onderdeel te mogen zijn van generaties. Uw woord is vol met hoofdstukken die een beetje moeilijk zijn om te lezen, maar hoofdstukken vol van generatie op generatie op generatie. En Vader, ik bid vanavond dat U herstel zal brengen in de generaties binnen de kerk, buiten de kerk, hier in het land. Heer, we roepen U aan, ontfermt U over ons. Heer, wilt U echt harten neigen, waar zelfs te midden van ons die hier bij elkaar zijn, ook voor degenen die thuis zijn. Heer, dat U daar ook herstel zou brengen, zodat het land opnieuw tot bloei mag komen. Tot eer en glorie van Uw naam. In Jezus' naam. Amen. Dankjewel, Caroline. Caroline Ros. Misschien bent u geraakt door de liederen die we zingen en heeft u behoefte aan een luisterend oor. Of heeft u iets op uw hart dat u heel graag wilt delen met iemand? Bent u op zoek naar geloof, juist ook voor deze tijd? Dan wil ik u uitnodigen om te bellen naar 085-400-3737. Daar zitten vanaf dit moment mensen klaar tot 10 uur om met u te bidden. Gewoon kort geloofsgebed. Het is niet een pastorale lijn in de eerste plaats. Maar ze luisteren kort naar uw vraag of naar uw wens. Filippenzen hoofdstuk 4 zegt: laat dan alles door gebed en smeking met dankzegging uw verlangens bij God bekend worden. En de God van de vrede zal onze hart en onze gedachten vervullen in Christus Jezus onze Heer. En er zijn mensen die graag voor u willen bidden. Voor herstel, voor genezing, voor bevrijding. Misschien dat u al vanaf uw geboorte leidt onder veroordeling. Hele generaties hebben geleid onder veroordeling. Er is vrijheid in het bloed van het Lam. Er is vrijheid bij de Heer Jezus. Hij heeft ons verlost van zonde en schuld. En voordat we dat geweldige lied gaan zingen, daar is kracht, kracht, wonderbare kracht. Wil ik vragen aan broeder Klaas, u hebt geweldige urkerdracht. Zou u met ons willen bidden? Ik zei al, ja, ik zei al, af en toe overval ik mensen, maar het is al zo lang mijn droom dat er is iemand in geweldige urkerdracht met ons zal bidden. En u bent iets ouder dan ik, dus u bent de generatie die voor mij is gegaan. En ik wou...
U bent wat ouder dan ik. U zei dat net, hoe kom je aan de Johannes? Ja, nou, ik kan zeggen, ik kom uit de gevestigde kerk hier op Urk. Maar ik ben opgegroeid met Johan de Heer. En als ik mijn moeder nog wil zingen, gaf mij alles op voor Jezus. Al het andere achter schaal. Ik ben een koninklijk kind door de vader. Nou, ik ben zo opgegroeid. Ja, geweldig. Ja. Nou. Vader in de hemel, we komen in de naam van uw lieve Zoon Jezus tot u, om u dank te zeggen. Heer, dat dit nog mogelijk is om u de lof hier te geven. Heer, dat is geweldig. En daarom wil ik u loven en prijzen. En daarom bid ik ook in de naam van de Heer Jezus. Dat er ieder die er is, die de woorden uitspreekt van dit lied wat we gaan zingen. Dat hij mag ervaren dat Jezus bloed ons gereinigd heeft. En dat we gekocht en betaald zijn door het dierbaar bloed van onze Heer Jezus Christus. U zij geloofd en geprezen. Vader, ik wil ook bidden voor deze groep die door de landen trekt. Dat uw glorie en uw heerlijkheid gezien gaat worden. Vader, dat bid ik in de naam van de Heer Jezus. Halleluja. Amen. Dank u wel, broeder Klaas. Geweldig. Gilbert. Take it away. Come on. Ik heb gehoord dat je wel eens hebt gezongen. Ja. Zul samen beleiden. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het bloed van het Lam. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het diepe bloed van het Lam. Nog één keer, daar is kracht. Daar is kracht in het diepe bloed.
moet zo denken. Misschien op dit moment ben je thuis. En ervaar je, dit zijn de laatste levensdagen van mijn leven hier op aard. En ik bid dat dit lied je vrij zal zetten van de angst om jouw heiland, uw heiland te ontmoeten. Heer, ik bid zo voor alle broers en zussen die op dit moment wachten tot het moment dat ze u mogen ontmoeten. Heer, en u kent ook het juk en de angst van velen. Is het genoeg geweest? Ja, het is genoeg geweest. Want uw offer heeft alles volbracht. Uw bloed is genoeg om ons te verlossen van de macht van de dood en de macht van de zonde. En in uw naam, Jezus, wil ik het juk verbreken. Wat ligt ook op de oudere generatie. In Jezus' naam spreekt uw bloed hen vrij.
Nou, ja, we onderbreken af en toe even, omdat we dan ook even lekker kunnen zitten hier thuis. Of hier, net zoals de mensen thuis. Die zitten heerlijk in hun stoelen. Geniet u thuis mee. Net zoals wij het hier doen. Ik geloof het wel. En u kunt misschien ook even in de comments schrijven. U hebt misschien ademloos meegezongen, of dat kan niet. Ademloos meegeluisterd en vol adem meegezongen. Maar dit is het moment dat u even in de comments kunt opschrijven op YouTube. Hoe u geniet van dit moment of hoe u misschien in het verleden genoten hebt van deze verhalen. Van deze liederen. Verhalende liederen. Als ik dan zo lees, kom twijfel en vrees, ik weet de Heer is aan mijn zij. Mijn redder is Hij. Halleluja. Wat een geweldige boodschap van het evangelie zit er in deze liederen. En we gaan door met het zingen van deze prachtige liederen. Ik wil graag u de gelegenheid geven om zo halverwege deze avond om mee te zaaien ook in wat hier gebeurt. En daarmee ook de vrucht hiervan ook te zien opgroeien. Dat vind ik altijd geweldig van geven. Dat je eigenlijk deel wordt, mede deelgenoot wordt van de vrucht die God wil geven. Zo zegt Paulus in de Filippenzenbrief hoofdstuk 4. Ik ben zeer verblijd geweest in de Heere dat uw denken aan mij eindelijk weer is opgebloeid. U hebt ook steeds aan mij gedacht, maar u hebt de gelegenheid niet gehad om het te tonen. Vroeger was het namelijk zo dat om financiën te brengen bij een bediening moest je vaak door bergen en door dalen reizen, Paulus achterna, om het geld bij hem te kunnen brengen. En dan wist je vanuit een brief dat hij voor het laatst in Korinthe was geweest, en daar ging je dan naartoe. En dan hoorde je dat hij weer doorgereisd was naar een volgende stad, en dat hij daar gestenigd was en was opgestaan, en dan reisde hij hem weer achterna, totdat je uiteindelijk Paulus vond. En dan zegt Paulus, niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Onze God is een God van meer dan genoeg. Ik weet wat het is om vernederd te worden. Ik weet ook wat het is om overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd zijn als in honger lijden. Zowel in overvloed hebben als in gebrek te lijden. Maar alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. Deze tekst gebruiken we vaak om elkaar te bemoedigen, maar hij staat in de context, in de tekstomgeving hier, van geven. En dat vind ik mooi. U hebt er goed aan gedaan, zegt Paulus, dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. Iets verder zegt hij dan, niet dat ik de gaven zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben geheel voorzien nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden is. Let op, als een welgevallige, aangename geur, welgevallig offer, welbehagelijk voor God. Halleluja. Dat vind ik het mooie van geven. Dat het een welbehagelijk offer is voor God, waarmee we zijn werk doorgang laten vinden. Maar mijn God zal u, staat er dan, ook een bekende tekst, maar opnieuw in de context van het zegenen. Mijn God zal u, overeenkomstig zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus, onze Heer. Onze God en Vader nu, zij de heerlijkheid, in alle eeuwigheid. Amen. En dan denkt u misschien die Filippenzen, dat waren rijke stinkers, die gaven met gemak. Maar in 2 Korinthe 8 vers 1 staat, verder maken we u bekend, broeders, de genade van God die in de gemeente van Macedonië gegeven is. Filippenzen, Filippi, lag in Macedonië. Namelijk dit. Dat zij te midden van veel beproeving, door verdrukking, de overvloed van hun blijdschap en hun buitengewoon diepe armoede in overvloedige mate gedeeld hebben in de rijkdom van hun vrijgevigheid. Want zo getuig ik, ze gaven naar vermogen, ja, boven vermogen. En belangrijk, uit eigen beweging, zegt Paulus. En zij smeekten ons met veel aandrang dat wij hun genade gaven en aandeel in het dienstbetoon aan de heiligen zouden aannemen. En ze deden niet alleen zoals wij gehoopt hadden, maar ze gaven zich eerst aan de Heere en daarna aan ons door de wil van God. Vader, dit is mijn gebed als nu de gelegenheid wordt gegeven om te geven. Is het ons gebed dat we allereerst onszelf aan de Heere geven en daarna ook aan de bedieningen van God door de wil van God. Vader, aan onze gemeente, dat we geven aan onze gemeente, aan de kerk.
dat we geven aan de vele bedieningen die ons land rijk is. Heer, vanavond geeft u ook weer zo'n gelegenheid. Gezegend zij de man en de vrouw die zichzelf aan de Heer geeft. En die in overvloedige blijdschap geeft tot eer van uw naam. In Jezus' naam. Amen. Ik heb hier een boekje van iemand. En dat is George Mueller. Misschien kent u hem thuis, misschien kent iemand hem hier in de zaal. George Mueller, de man van geloof en gebed, staat er. En deze man, hij kwam uit wat vandaag de vergadering van gelovigen heet. En in Engeland in die tijd, in dezelfde gemeente waar ook dat lied werd gedicht, door een blik op het kruis is er vrede en heil. En George Mueller, die had een principe. Hij vroeg nooit concreet mensen om geld. Maar hij bad altijd tot God, het gebed dat Paulus net gebeden heeft. En hij gaf de gelegenheid om te geven. En toen hij stierf, had hij voor duizenden weeskinderen een huis gegeven. En voor meer dan 750 miljoen euro, ongelooflijk veel geld in die tijd, gulden of pond, pond vast waarschijnlijk. Maar in elk geval een groot bedrag had hij van God gebeden en van God verwacht, van God geloofd, zonder ooit iets te vragen. En het is mijn gebed, het is ons gebed zoals we hier zitten, dat er in onze generaties mensen zullen opstaan die in geloof gaan. En die niet vragen naar mensen, maar die vragen aan God, omdat God doet boven bidden en denken. En die vanuit de misschien overvloed van hun blijdschap, misschien niet overvloed van financiën, maar wel overvloed van blijdschap geven. We zijn zelf gewend bij Presence om, wanneer we iets niet hebben en er moet een rekening betaald worden, dan beginnen we om de tienden van het bedrag dat we moeten betalen voor de factuur, om dat alvast weg te geven. Omdat God ons vraagt om te geven. Soms ook wat we zelf niet hebben. En wanneer we dat doen, is God altijd trouw. Hij is ook trouw trouwens wanneer we het niet doen. Maar wanneer we het doen, merken we dat de beloften van God waar zijn ook in ons eigen leven. Wees zo gezegend in de naam van Jezus als we weer heerlijk verder gaan zingen. André, welk lied gaan we zingen? Volgens mij gaan we dat geweldige lied zingen dat Gator ook heeft gezongen en Benny Hinn en vele anderen. Het Halleluja. Ja. We kunnen lekker staan. Yes. Uitstrekken naar Jezus. Met hem zingen met dat woord dat in elke taal hetzelfde is. Halleluja. Is dit geweldig? We kunnen overal in de wereld hem aanbidden en prijzen. Met één woord. Hallelujah.
waar je God voor wil bedanken. Iets wat Hij doet in jouw leven. Iets waar je hem dankbaar voor bent. Een dankbaar hart is een vreugdevol hart. En dank u wel, Heere God, dat u zegt in uw woord dat we dankbaar mogen zijn voor de dingen die u geeft. En dat u daar vreugde voor teruggeeft in ons hart. En laat het moment zijn dat we onze dankbaarheid aan u uiten. Wilt u ons dingen in ons hart geven waar we dankbaar voor mogen zijn? Thank you, Jesus. There's something
all in the name. It's all in the name of Jesus. Only in the name of Jesus. Jesus, Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Let's sing it again. Jesus, Jesus, Jesus.
Die op ons
wil nu graag eigenlijk 3 generaties. Mag ik jullie naar voren vragen, of niet? Shanna als oma. En Stephanie. En Sarah-Lisa, vind je het ook goed om daar... Ja, toch? Ja. Ja, want Shanna, jij hebt vroeger in de Burning Candles gezongen. En aan het begin van deze uitzending werden de 2 liederen... draaiden we op een LP. En het is denk ik in 1967 ongeveer, 66, 67... is het ontstaan, ja. Je mag mijn microfoon straks wel hebben. Maar misschien wel mooi als je heel kort iets erover vertelt. En ik vind het ook wel... dan zou ik graag aan Stephanie eigenlijk willen vragen... wat jij hebt geleerd van het geloof van je lieve moeder. En Sarah-Lisa, ik zou je willen vragen... wat jij weer hebt geleerd van het geloof van je eigen moeder. En van oma. Als je dat, ja... Gewoon wat er in je opkomt. Ja, en ik vind het ook... Shanna, als je ook iets zou kunnen vertellen over die Sabbatsperiode die jullie als... dat vond ik een hele mooie les. Nou, het bijzondere is dat ik uit een gezin kom van 12 kinderen. En ik ook een biddende moeder heb. En mijn vader natuurlijk ook. Maar mijn moeder was echt degene die echt op voorging. En het mooiste was, we zijn met z'n allen zo'n beetje muziek aan het maken. De ene kreeg dan een paar pannen en een paar stokken. En de andere kreeg dan een tamboerijn. Dat was ik dan natuurlijk weer. En het leuke was, van we hebben muziek gemaakt. We hebben allemaal verschillende soorten stemmen. De eerste, tweede, derde, vierde stem. Nou, nu is het anders, hè. Sopraan, alt. Maar al met al, we hebben zo de Heer lief dat we allemaal gezongen hebben. Liedjes van Johannes de Heer en Glorieklokken. En ja, met de Burning Candles hebben we ook heel veel mooie dingen meegemaakt. We zijn in verschillende landen geweest, meer dan 32 landen. En elk jaar dan moeten we dan ook ons afzonderen in die zin van bezinning, Sabbatjaar. Dat we zeggen van, Heer, wat wilt u dat wij weer gaan doen? Dat we ons weer mogen inzetten voor 100%. Anders lukt het niet. Nee. Nou, en zo zijn we dan echt ook al jaren doorgegaan. En dat is wel een bijzonder gebed van onze voorouders. Mijn vader en moeder. Ja, mooi, hè? Ja, heel mooi. En de Burning Candles zijn doorgegaan tot ongeveer 1999. 32 jaar hebben jullie gereisd door hele vele landen, ja. En jullie hadden voor het eerst een drum en bas. En dat was allemaal helemaal nieuw. Want in die tijd had je, hoe heet ze ook weer, Aafke... Aafke Heines. Ja, Aafke Heines had je, ja. En dat waren dan de liederen die gezongen werden. Een beetje met een mooie sopraan of met een mooie stem. En met een piano. Een beetje, ja... liederen gewoon met één persoon. En jullie zongen in harmonie, zoals we dat ook hier doen. En geweldig. Velen, ook thuis... Vele mensen hebben hiervan genoten in het verleden. Als je Burning Candles nog hebt geluisterd vroeger... is dit misschien een leuk moment om even je favoriete Burning Candles nummer... of van The Lighters had je vroeger en The Challengers, toch? The Challengers, ja precies. Van Charles Groot. Charles de Groot, ja, die schreef samen de naam van Jezus. Ja. Ja, als je hier aan deze mensen hieromheen, die jonge mensen vraagt... van wil je een oud lied opgeven, dan komt 488 van Opwekking. Dan zweef ik op de wind, gedragen door een geest. En daarvoor waren er ruim daarvoor waren de psalmen. En ruim daarvoor was weer de muziek van de middeleeuwen. En ruim daarvoor hadden we weer David op zijn harp. Ja, bijzonder hè. En toen kwamen de Burning Candles. In hetzelfde jaar dat D66 werd opgericht, kwamen jullie naar voren. God geeft vaak geloof op momenten dat de liberale theologie, zeg maar, of de liberale werkelijkheid eigenlijk zichtbaar wordt, dan geeft God bewegingen van geloof. En vandaag leven we ook in een liberale tijd. Dus het is een ideale tijd voor God om geloof te geven. Stephanie, wat heb jij geleerd van je moeder? Ja, het is heel veel. Ja, heel veel. Ik ga even naast mijn mam zien staan. Nou, ik doe wel aan deze kant. Maar mijn mama is een groot voorbeeld voor mij. Altijd al vanaf dat ik jong ben, dat ze altijd na het eten de gitaar erbij pakte en deze liederen zong met ons. En altijd als we iets hadden, dan zei ze, kom, pak eens mijn handen. En dan zei ze, gaan we voorbidden. Want de Heer weet het. Altijd vol geloof, vol vertrouwen, altijd bidden, net als mijn oma. En ik zie daar de zegen van haar gebed. En ik ben haar zo dankbaar voor, want dat doet ze ook weer met mijn kinderen. Dan pakt ze weer die gitaar en dan gaat ze weer zingen. Want ze zegt, zingen maakt blij. En dat is echt wat ik heb ervaren in mijn leven. En ik ben daar zo dankbaar voor, want op haar schouders mag ik weer staan. Dus daar ben ik u heel dankbaar voor, mams.
En ik hoop dat weer door te geven aan mijn kinderen. Dus ik ben heel benieuwd naar wat jij leert van mij. Het is een beetje spannend. Ja, ik overval je er een beetje mee, Sarah Lisa. Maar ik kan wel iets over jou vertellen. Want jij bent iemand die... Jij zingt en je danst. En je zingt ook in een koor, toch? Oh ja, ja. Kingdom Kids. Ja. Kingdom Kids. En wat doen jullie daarmee? Zijn jullie alleen in... Want jullie wonen in Kampen. Zingen jullie alleen in Kampen? Nee, we zitten... er zijn heel veel van de... Heel veel... plekken zijn er zeg maar allemaal bijeengekomen en dan gaan we zeg maar outreach. Dan gaan we evangeliseren door middel van dans en zang. Gaan we dan in andere landen zeg maar het geloof doorbrengen. Ja. Ja. Dus jullie zijn geweest in welke landen? We zijn in België geweest en we gaan naar Tsjechië en Polen. En we zijn ook gewoon in Amsterdam ook nog geweest. Ja, dus in België, in Tsjechië, in Polen en in Amsterdam. En waar zijn de Burning Candles geweest? Zijn die ook in België geweest? Ja hoor, poppenspel erbij. Ja, overal zijn we geweest. Ja, Tsjechië ook. Polen? Ja, Polen. Amsterdam? Ja, tuurlijk. Hey, hier hebben we een lijntje te pakken. Dus jij gaat naar dezelfde landen en dezelfde stad als oma. Dat is toch geweldig? Dus dat vind ik geweldig als je dus bidt voor je kinderen. En je bidt voor je kleinkinderen. En dat geldt ook voor u thuis en voor mij. En voor ons allemaal. Als wij bidden voor onze kinderen, kleinkinderen, wanneer we die hebben... Of voor de mensen om ons heen, voor onze buurjongetjes, voor onze buurmeisjes, voor onze neefjes en nichtjes. Dan kan God zomaar de wonderen door de generaties heen door laten gaan. En ik denk wel eens van, wat zijn de verhalen die onze buurjongetjes en onze buurmeisjes of onze kinderen en kleinkinderen vertellen over het geloof dat wij vandaag hebben. Nou, en hier staan drie lieve mensen, ik vind jullie zo geweldig, die hebben gewandeld in het geloof van hun voorouders. En het is een voorrecht wanneer dat mag gebeuren. En misschien kijk je op dit moment en denk je van... ja, maar ik vind het geweldig om dit te horen, maar ik heb dat niet. Ik heb niet voorouders gehad die voor mij baden... of voorouders die geloof hadden voor mij. En dan wil ik je zeggen, dan is vandaag het moment... dat jij dat kunt hebben voor de generaties na je. En dat je nu vandaag in die schoenen mag gaan staan... en de invloed mag hebben die God je vandaag wil geven. En misschien... Als je luistert naar deze verhalen, komt er ook een verdriet in je hart... omdat je verwijdering hebt ervaren in je leven. Of omdat je hebt gemerkt dat het verleden helemaal niet rooskleurig is. Dat er geen mooie verhalen te vertellen zijn. En dan wil ik je uitnodigen om te bellen naar dat nummer 085-400-3737. En je verdriet te uiten en tegelijkertijd ook geloof te ontvangen in gebed. Want vandaag is het moment dat we van generatie op generatie... een keer kunnen brengen in de werkelijkheid. Die soms rauw is en soms hard is... Maar als God geloof geeft, er staat in Lucas 18, vers 8... als de mensenzoon op aarde komt, zal hij dan geloof vinden. We verlangen naar de wederkomst en de Heer Jezus verlangt ernaar om geloof te zien vandaag. Vader, ik dank u voor deze drie lieve mensen die zo vanuit hun hart en vanuit hun passie... maar vooral vanuit geloof spreken en bidden en musiceren en zingen. Heer, en dat in dezelfde landen waar oma is geweest... dat Sarah Lisa als kleindochter daar komt. Heer, en dat het doorgaat. En we hebben het vaak niet eens door. Maar gebed is zo krachtig. En ik bid, Vader, dat u een oude generatie opwekt... om te gaan bidden, om te gaan geven, om te gaan voorzien, om te geloven... om genade te tonen aan de generaties na ons. Heren, wek die generaties op. Of ze nu in Spanje zijn aan het overwinteren of dat ze in Nederland zijn. Heren, wek de generaties op. Heren, of ze in rijkdom leven of in armoede. Of ze genieten van hun pensioen. Of misschien rondkomen van een kleine AOW'tje, heren. Wek de generatie op in geloof. Om te bidden en te strijden voor de kerk vandaag. Heren, en laat het geloof van deze drie bijzondere mensen, Heren, voor mij en voor ons allemaal tot voorbeeld zijn voor wat u kunt doen vandaag in Nederland. In de naam van Jezus. Halleluja. Amen. Dank jullie wel. Geloven alleen. Dat is wat God wil geven. En André, jij hebt vanuit, ik geloof dat het in de glorieklokken staat, hè, dit lied. Tenminste, het is een refrein uit de glorieklokken. En dan gaan we samen met je zingen. Geloven alleen. Alles is mogelijk. Geloven alleen. En ik geloof dat dit iets bijzonders wil zeggen met het lied. God wil nooit dat wij in een kramp komen. Als we ontvangen moeten van hem. Wat hij wil weten. Wat hij wil zeggen met het lied is dat wij weten. Dat of je nou knap bent of niet. Of je nou mooi kan zingen of niet. Of je nou hard werkt of niet. Of je nou veel geld geeft of niet. Het voegt niets toe. Het
enige wat je nodig hebt is geloof. Dat is het enige communicatiemiddel wat je nodig hebt om te ontvangen van God. En ik hoop dat we daarvan bewust zijn. Het is niet van, oh, maar heb ik wel genoeg geloof? Geloof gewoon. Eenvoudig. Niets anders is nodig als dat. Thank you.
is hier een hart door vrees benauwd, vermoeid door het levensstrijd. Stay.
Ja, we zagen er in het begin een beetje tegenop of dit lied wel, mensen dit lied wel kenden hier op Urk. Maar jullie blijken het vaker te hebben gezongen. Ja, halleluja. Geweldig. Wie weet waar die banner nog vaker heeft gehangen? Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. Bij Jan Zijlstra ook? Ja, precies. Heel mooi. Ja, er stond altijd ga. En zijn zoon André weet het nog. Ga richting Jezus, ga richting het wonder. Ja, maar deze inderdaad ook wel. Maar deze heeft nog oudere roots. Bij Osborne, ja. En wanneer was dat? 19? 58, ja. Is er iemand aan de zaal die daarbij is geweest? U bent erbij geweest. Kom eens even naar voren. Ja. Als kind, denk ik. Ja. Hoe oud was je? Ik denk dat ik 8 was. 8 jaar, ja. En kun je vertellen hoe je daar naartoe ging en wat je daar meemaakte toen je het veld opliep? Nou, ik ging samen met mijn ouders en met nog meer broers en zussen. We woonden zelf toen in Utrecht en we gingen naar het Malieveld. Ja, en er gebeurde zoveel. Het was ook een zondag, toen waren we daar en toen begon het vreselijk te regenen. Maar alles ging gewoon door. Het was geweldig. Maar er gebeurden allemaal wonderen om ons heen en ja, de Heer was er gewoon. Het was echt fantastisch, ja. En uit welke kerk kwam u op dat moment? Waar was u opgegroeid? We waren net. Mijn ouders waren dus net van uit de gereformeerde kerk naar de Pinkstergemeente gegaan. Ja. Ja, het was een beetje de geboortetijd van de Pinksterbeweging in Nederland. En vele volle evangeliegemeenten, deze ook. Hè. We hebben allemaal schatplichtig zijn we een beetje aan dat moment. En ik heb gelezen in De Kracht van de Mogen was het blad toen waar dat aangeschreven werd om dan broeder Osborne te ontvangen in Nederland. En in april 1958 kwam voor het eerst een brief naar Nederland waarin hij de wens had om naar Nederland te komen. En in augustus 1958 was de campagne. En daarna nog in Groningen. En dat heeft me zo bemoedigd dat zo'n campagne die zoveel doet in Nederland, die Nederland op zijn grondvest heeft doen schudden. Er was een hoop kritiek, achteraf niet altijd terecht. Maar waar geloof is, daar is ook kritiek. Dat is van alle tijden. En laten we wel wezen, naast de zegen is er soms ook verwarring. Dat is allemaal van alle tijden. Maar dat één moment en een paar dagen zoveel kunnen doen voor Nederland, dat is toch ongelooflijk. Ja. En ik zou eigenlijk, mag ik je zeggen? Ja, tuurlijk. Ja, je bent nog Malieveld geweest, dus ik mag wel u tegen je zeggen. Zou je willen bidden dat er vandaag deze tijd weer zo'n Malieveldmoment mag gaan plaatsvinden? Ja. Heer, ik dank u wel voor dit moment. Heer, ik dank u wel dat u hier aanwezig bent. Heer, en ja, we willen ook op dit moment, Heer, bidden voor Nederland. Heer, dat er op dit moment weer zo'n geweldige tijd komt. Heer, als toen op het Malieveld. Ja, Heer. Misschien nog wel veel fijner. Misschien veel grootser, Heer. Want u bent een geweldig God. U bent een groot God. Heer, en ik dank u wel dat we ja, de zegen mogen bidden, Heer, over de mogelijkheden die daartoe zijn. En ik bid gewoon ook, Heer, in dit verband voor Wim en voor zijn team. Heer, misschien mogen zij dat wel doen. Vader, ik bid dit zo in Jezus' naam. Amen. Dank je wel. Wat is je voornaam? Suzanne. Suzanne, ja. Vader, dank u wel voor mijn lieve zus Suzanne. Heer, u zegt in uw woord dat wanneer een kind iets vraagt, dat u het ja, heel graag beantwoordt ook. Heer, u zult niet, als we vragen om uw geest, zult u niet iets anders geven. Heer, als we vragen om een vis, zult u niet een schorpioen geven. Als we vragen om een steen, zult u geen brood geven. Heer, en mijn lieve zus die hier naast me heeft als 8-jarig kindje op het Malieveld gestaan. Heer, en op 8-jarige leeftijd is geloof in haar hart gelegd. Vader, en ik bid dat het geloof dat u toen op haar hart hebt gelegd en dat vandaag over haar lippen komt, hier op dit bijzondere moment. Heren, dat u het vrucht laat dragen, zoals u belooft in uw woord. Wees zo gezegend, wees tot zegen van de generaties na je en voor je. Ook de oudere mensen die je mag dienen. Wees gezegend in de naam van onze lieve Heer Jezus. Amen. 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 Ja, mooi. We gaan Shana, jij gaat volgens mij een heel mooi lied zingen, toch? Ja, welk lied ga je zingen? Geen ander plaatje.
Geen andere pleitgrond hebben wij. Nou, dat is zo, toch? Of niet? Ja, het is mooi dat je dat gaat zingen voor ons vanavond. En wij gaan straks ook, ja, misschien maar nu, gaan we gewoon lekker om je heen staan. En we gaan het meezingen, want ik denk dat dat lied kennen ze hier ook wel. Geen andere pleitgrond hebben wij, toch? Ja. Yes. En daarna gaan we Stromen van Zegen zingen. Die hebben ze op Urk ook wel eens ingestudeerd. Toch? Ja. Hemel, aard en land.
stromen. Halleluja. Dank u, Jezus. Zijn we klaar voor stromen van zegen? Yes! Ja, je weet dat als zegen komt, moet je wel pannen klaar hebben staan. Om te ontvangen. Zijn we klaar om te ontvangen? Yes! Alright, wij zijn klaar voor het nummer. Het wordt een beetje een spannend nummer, hè? Maar dat is wel. Zijn we er klaar voor, oké? Yes, halleluja, geweldig. Blijft u nog maar even staan. En we bedanken de mensen thuis voor het meezingen, mee aanbidden. Ook de mensen die later nog terugkijken, velen kijken er terug. In Handelingen 2 staat dat ouden zullen dromen dromen. En het is het verlangen voor de Kerk van Nederland dat er een oudere generatie zal opstaan. Ze zijn al opgestaan, maar dat het nog meer zullen zijn. En dat we zullen opstaan en dat we dromen zullen dromen voor Nederland. Zodat stromen van zegen over ons land neer zullen dalen. Over de Kerk van Nederland, over gemeenten zoals deze gemeente. Over steden en over dorpen, over de politieke Nederland. Maar ook over ondernemers, over bedrijven, over supermarkten, over scholen en over ziekenhuizen. Op al die plekken waar mensen actief zijn. Zodat Gods aanwezigheid zichtbaar zal zijn in het dagelijks leven. Billy Graham zei, vlak voordat hij overleed...
Als er een grote move van God gaat komen, zal dat zijn op de gewone, gewoon op de werkvloer, in het gewone leven. En Vader, als de opwekking gaat komen, geloven we dat u dat zult doen in het gewone leven. Dat die 97% van Nederland die niet in dienst is van een kerk, dat die de straat op zal gaan en de samenleving in zal gaan. Niet omdat het geloof is niet een beroep. Het geloof is iets wat we mogen uitleven in de dagelijkse praktijk. En Vader, zegen Nederland zo met stromen van zegen. Bye bye thuis. Tot ziens. Volgende week zijn we in Jozua in Dordrecht, de gemeente. En vanaf morgenochtend 9 uur kunt u zich aanmelden via www.presence.nl om erbij te zijn. Vanaf morgenochtend 9 uur. En ik denk dat we er gewoon uitgaan met stromen van zegen. Vallen druppelen geeft neer, zend ons die stromen al heen. Stromen van zegen komen als plasregens weer. Nu vallen druppelen reeds mede, zend ons die stromen al heen. Stromen van zegen komen. Halleluja. U kunt bellen met 085-400-3737 als u behoefte hebt aan een gebed op dit moment. 085-400-3737.